Ja, over de hele wereld verkochten ze inmiddels meer dan 3 miljoen cd's en dvd's. En dus zijn ze onze succesvolste band. Binnenkort verschijnt hun vierde studioalbum, The Unforgiven. Een conceptalbum met naast muziek een comic en een aantal korte films. Within Temptation is hier in kleine bezetting. Sharon den Adel, hoe gaat het met je? Ja, goed. Ik kan ook met me gaan bevallen. Dus als ik op een weg... Wat heet op alle dagen? Nou, voor mij is dat 7 maanden. Dus dat, maar dat kan voor mij elk moment zijn. Voel je goed? Ik voel me prima. You never know, hè? Ja, you never know. Dat klopt. Een conceptalbum. Ja. Dat betekent dat alles met elkaar te maken heeft, dat er één verhaal verteld wordt. Ja, klopt. En niet alleen een verhaal op muziek, maar ook er is een stripboek bijgekomen. Ja, het conceptalbum is gebaseerd op de strip. En we hebben nog 3 korte films gemaakt, à la Sin City-stijl. En ja, dat vertelt het complete verhaal eigenlijk. Wat ambitieus, hè? Ja. En dat gaat de hele wereld over? De hele wereld over, ja. En is er al een eerste reactie? Dit is het eerste keer dat je het boekje laat zien. Dat komt net van de pers, van de pers. Je bent de eerste. Nogmaal. Het is kamermuziek, hè, vanavond? Ja, kamermuziek. Laten we even voor de grootste fans en voor degenen die zeggen... ze maken toch helemaal geen kamermuziek? Nee, dat maken jullie niet. Het nummer wat jullie nu gaan spelen is Faster. Ja, klopt. Maar dit is zoals jullie het normaal gesproken spelen. Dat is met z'n allen. Dat is met z'n allen, ja. Nu met z'n drieën. Ja, klopt inderdaad. Oké, hetzelfde nummer, hè? Ja, weer Faster. Ja. Zet hem op. Ja.